Het heeft een hobbel, ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk omdat ik die vraag te onduidelijk vind van wat is je inspiratie. Mijn naam is Anja van Rijen. Als beeldend kunstenaar maak ik filmpjes over de keramische beelden die ik maak en over alles wat er rondom dit atelier gebeurt. Anja, je bent al tijden bezig met gedachten om een filmpje te maken over inspiratie en we gaan het nu doen. We zitten hier heerlijk in een parkje om 6 uur 's ochtends. We gaan een filmpje maken over inspiratie. Als mensen vragen van, ja, maar wat is nou de inspiratie voor je werk? Dan vind ik dat gewoon heel erg lastig. Want dan denk ik, ja, wat bedoel je nou? Gaat het over de inspiratie van hoe dat de vorm van je werk tot stand is gekomen? Of gaat het over hoe dat één specifiek beeld tot stand komt, hè, wat dan de aanleiding is en hoe je daar je inspiratie uithaalt. Of gaat het over de tijd dat je ook echt aan de gang gaat en dat je jezelf voorbereidt om, inspireert om gewoon optimaal te gaan werken en dat beeld tot stand te brengen. Dus ik vind het gewoon een hele onduidelijke vraag. Nou, dan beginnen we gewoon toch met het eerste. Waar komt jouw vormentaal vandaan? Nu met het klimmen der jaren kan ik wel zeggen dat ik gewoon echt een kind van mijn tijd ben. Toen ik op de academie zat waren er een aantal kunstenaars populair, hè, want ook daarin heb je trends. En ik denk dat ik daar mijn dingen wel van heb opgepikt en dat je dat terugziet in mijn werk. Ja, en als je dan kijkt, wat is dan jouw top 3? Mijn top 3, dat is 3 is wel Maud Giuliani. Want hij schildert de mensen, maar die verhoudingen die kloppen niet. Dus hij zoekt die grenzen op met een net iets langere nek of een net iets smallere gezicht. En wij hebben dat ooit een keer nagedaan met een filmpje, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat was eigenlijk ook dat onderzoeken van waar zitten die verschillen dan. En nou, die grenzen opzoeken, dat vind ik dus ontzettend leuk. En dat is echt iets wat Maud Giuliani altijd deed. Dat grensgebied van wanneer heb je het gevoel dat het klopt, ook al kloppen die verhoudingen misschien niet helemaal, dat vind ik interessant en dat zie je dan terug in mijn werk. Dan denk ik ook aan Matisse, aan het schilderij van de dans. Dat heeft voor mij altijd wel een heel duidelijk sleutelmoment gehad. Want je ziet een spel van lijnen en van vlakken en het schilderij is zo plat als een dubbeltje en toch zie je er ruimte en beweging in. En dat je van losse elementen één groot samenhangend geheel kunt maken, ja, dat zie je ook terug in mijn werk. Mijn nummer 1 is Picasso. De fascinatie voor het menselijk gezicht en de lijn. En dan die verschillende standpunten in één beeld. Dat vind ik zo'n mooie verbeelding van de werkelijkheid. Dit is jouw top 3. En hoe zie ik dat nou terug in jouw werk? Ik denk dat ik altijd bezig ben om de grenzen op te zoeken en hoe dat je kunt abstraheren of hoe dat je iets heel minimalistisch weer kunt geven. En daar zijn zij ook alle 3 mee bezig. En ik denk dat de gemene deler is dat het onderwerp de mens is. En dat is het bij mij eigenlijk ook altijd. Nou, dan stel ik voor dat we het volgende filmpje gaan hebben over de aanleiding, over de thema's, over de onderwerpen van jouw werk. Oké, goed plan.